Januari is al een drukke periode voor de uitvaartbranche, maar door het coronavirus is het aantal overleden personen nog een stuk hoger. Het is zeker een oversterfte en nu is januari van oudsher al een maand waarin veel mensen overlijden. En het is zeker merkbaar. Ja, ik weet wel dat er op dit moment ook koelcapaciteit bij wordt gecreëerd, dus dat er buiten koelcontainers zijn waarin al die extra overledenen gekoeld kunnen worden. Ja. Want de koelingen liggen vol? Ja, het is echt op dit moment, en dat is ook plaatselijk, hè, op dit moment wel gewoon druk in de uitvaartbranche, ja, zeker. Je zou bijna zeggen dat het gouden tijden lijken voor de uitvaartondernemers. Ja, dat hoor ik vaak inderdaad. Het zijn geen gouden tijden, het zijn vooral heel verdrietige tijden. Dat krijg ik bijna al 10 maanden te horen, iedere dag. Maar dat doet echt pijn in mijn hart, in mijn uitvaarthart. Want het zijn geen gouden tijden. Het is druk, dat is het. Maar dit wil je niet. Dit is voor niemand goed. Je ziet het verdriet bij de mensen. Nee, absoluut niet. Nee. Ik vind het zelf ook wel emotioneler. Want je ziet meer verdriet bij de mensen. Ander verdriet. Een verdriet bovenop het verdriet wat er al is. En je hebt meer afstand bij de mensen en dat is totaal niet wat bij mij past. Dus daarom vind ik het zelf heel lastig. Je kan niet iemand even een knuffel geven of een arm omheen slaan. Je hebt altijd die 1,5 meter afstand. Je komt bij een familie binnen, je hebt een mondkapje op. Ja, het voelt voor mij zo onpersoonlijk, terwijl dat het niet zo is. Maar dat vind ik zelf wel, dat vind ik best wel pittig. De uitvaartondernemers moeten nu nog creatiever zijn om een uitvaart zo goed en mooi mogelijk te laten verlopen. Het overlijden van een geliefde is juist in deze tijd voor de nabestaanden extra zwaar. Niet de hele familie en vrienden kunnen erbij zijn, in de meeste gevallen. Dus dan ga je bedenken, hoe kunnen we ze wel bij betrekken? Kunnen we ze nog ergens langs de weg zien? Kunnen we ze nog op een koffie to go doen? Kunnen we een condolence online register doen? Kunnen we een livestream doen? Ja, je moet per situatie gaan bekijken wat dan past. Voor een familie, die heb ik dan vorige week begeleid. Voor hun werd speciaal een aanmeldsysteem opgezet van de kerk waar we de dienst hadden. Waardoor er toch nog 30 genodigden naast de familie aanwezig konden zijn. En daardoor hebben toch nog 30 mensen in de kerkzaal de dienst mee kunnen beleven. En daarna was het begraven in besloten kring. En die mensen die konden toch nog afscheid nemen van de overledene. Doordat we de klep van de auto, van de rouwauto, open hebben laten staan. Zodat ze toch nog de kist zagen, zodra ze de kerkzaal uitliepen en naar huis gingen. Zodat ze toch nog heel even, al is het een halve minuut, die overledene afscheid van hebben kunnen nemen. Ja. Volgens de huidige coronamaatregelen mogen er vanaf maandag 25 januari maximaal 50 personen aanwezig zijn bij een uitvaart. Uiteraard op 1,5 meter afstand.